In oktober hoort Rijn Wolters bij zijn halfjaarlijkse controle in het ruwaard dat zijn hartslag veel te hoog is. Hij wordt onderzocht en in afwachting van de uitslag krijgt hij extra zware medicijnen. Als hij half november leest dat de afdeling cardiologie in het ziekenhuis dichtgaat, maakt hij zich zorgen. Maar hij hoort niks van het ziekenhuis. Ook niet wat er met zijn geplande afspraak gebeurt. Helemaal geen duidelijkheid. Kijk, en dat wreekt aan je. Want je bent al niet in orde. En als dan de hulp die je moet krijgen wegvalt. En er wordt gezegd van ja, maar wij gaan u helpen en u wordt gebeld en dat gebeurt niet. Ja, dan heb ik toch een probleem. Verschillende telefoontjes leveren niks op, ondanks meerdere toezeggingen. Het blijkt dat zijn dossier niet goed is behandeld. De mevrouw die ik als laatste sprak, dus de secretaresse van de afdeling cardiologie, die zei dus, uw dossier is tussen bal en schip gevallen. Ondertussen voelt Rijn-Wolters zich nog steeds niet goed. De schrijver en journalist uit Rotterdam-Pernis is futloos en moe. Dus de krant zit te lezen en dan donder ik zo van, in het slaap. Nou, dat is helemaal niks van mij. Het Ruwaard zegt eerst de acute patiënten door te verwijzen naar andere ziekenhuizen. Op het moment dat wij met iemand contact hebben over het verplaatsen, wordt eerst gekeken van wat is precies uh, aan de hand En dan wordt er beoordeeld of welke mate van urgentie er aan de hand is. En als de urgentie hoog is, dan wordt ze ook wel degelijk door de andere ziekenhuizen geholpen. Dus we zijn daar niet onverantwoord mee bezig. Woensdag moet in het Ikazia-ziekenhuis blijken hoe ernstig de hartklachten zijn van Rijn-Wolters. Hij hoopt dat het Ruwaard van Putten ziekenhuis de communicatie naar patiënten snel verbetert. Geef openheid naar de mensen die daar lopen op dit moment, die, die afspraken hebben. Want ik weet ook niet waar ik aan toe ben. Misschien gebeurt er dadelijk wel iets als jullie weg zijn en ben is afgelopen. Maar weet ik veel. Met die oren zit ik.